In de reeks Sterke Tijden bevinden we ons in de adventstijd. Ik sta voor de deur en ik klop, zegt de Heer. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en we zullen met elkaar aan tafel gaan. Het is 6 uur. Tijd om van onze adventskalender een nieuw deurtje open te maken. Goede vrienden, je zal het herkennen. Als ik nu van het centrum van Antwerpen naar het centrum van Gent reed, passeer ik 2 keer grote wegenwerken. Op linkeroever, waar de aansluitingen worden klaargemaakt voor de Oosterweelverbinding, en dichter bij Gent, Gentbrugge, waar de autostrade Brug volledig wordt vernieuwd. 2 keer wegenwerken, 2 keer smalle gele stroken, 2 keer snelheidsbeperkingen, 2 keer ook flitspalen en politie die een oogje in het zeil houdt. 2 keer ook op vele uren van de dag files en langzaam aanschuiven. Wegenwerken, niet prettig, maar wel nodig. Wegenwerken zijn blijkbaar van alle tijden, zelfs van Bijbelse tijden. Al waren de wegenwerken toen voorbehouden voor een koninklijke of keizerlijke verplaatsing. Of zelfs, zoals klinkt in de lezingen van de tweede Adventszondag, voor de komst van niemand minder dan God zelf. Bereid de weg van de Heer, was het centrale thema van deze zondag. En het was natuurlijk overduidelijk dat de weg ook centraal stond in deze eerste Adventsweek. De voorwerpen die tevoorschijn kwamen uit onze eigenzinnige adventskalender hadden allemaal te maken met een weg afleggen. De 2 verkeersborden bijvoorbeeld. Of de kiezeltjes, de voetstappen in het zand. De stok die ondersteuning biedt. Of de persoon die onderweg is met een rugzak, wiens schaduw we zien. Allemaal spraken ze over op weg zijn, onderweg zijn naar Kerstmis. Een weg die we allemaal af te leggen hebben. Monseigneur, wie wilt u graag een hart onder de riem steken? Wie die onderweg is, wil u graag bemoedigen in deze adventsperiode? Ik denk aan de catechumenen, de geloofsleerlingen, die een weg in het geloof aan het afleggen zijn. Ik denk aan echtparen, aan verloofden, die een weg in de liefde aan het afleggen zijn. Ik denk aan zieken, die nu een weg van hoop afleggen, hopen op genezing en herstel. Evengoed als ik denk aan ouders die een weg van opvoeding met hun kinderen afleggen, een lange weg, waar ook wel eens wegenwerken nodig zijn. En ik denk aan onze samenleving en aan heel de wereld nu, die een weg aan het afleggen is met het coronavirus. En hopelijk een weg uit het coronavirus. En een weg en wegenwerken wil zeggen dat het een tijd kan duren. Dat er ondertussen ook ambetantigheden zijn waar we moeten mee leven, maar waar we door moeten om een stap verder te komen, om weer bij elkaar te kunnen komen. Aan al wie nu een weg aflegt, wens ik een goede voortzetting van de Advent. Krachtig doorstappen, in je eigen pas gaan staan, er niet bij gaan zitten, een weg bereiden. Dat is de Adventstijd. Oeps, bijna vergeten dat we hadden beloofd om op zondag ook iets te vertellen over initiatieven die worden genomen in ons bisdom om de Advent kleur te geven en klank. Ga bijvoorbeeld eens op Facebook kijken naar de account van mijn collega Wim Selderslags. Hij is daar bezig
met een herbergzoeken-initiatief over de herders die mensen ontmoeten, allemaal over het ontvangen van de Heilige Familie tegen dat Maria moet bevallen. Met knappe 3D-foto's op Facebook. Ga daar zeker eens kijken. Of wat te zeggen over het feit dat de pastorale eenheid Sint Augustinus Dessel Postel Reti, dat die meedoen met de warmste week. Om de warmste pastorale eenheid te zijn, hebben ze 4 uitdagingen aangegaan. En als ik goed ingelicht ben, is de eerste van die opdrachten al gelukt. Ga zeker eens kijken op Kerknet over hun initiatief. Vind je daar alle informatie. Mo! Ah, Sinterklaas! Goeiedag! Mag ik even binnenkomen? Ja, graag! Och, ik heb juist nog over u verteld met het Engelse Hachi. Doch, amai, Sinterklaas, fantastisch dat u er bent. Ik ben eigenlijk wel even nog bezig met te vertellen over initiatieven in Bisdom Antwerpen voor de Advent en zo. Dus ik wou even. Fijn. Mag ik dat een beetje aanvullen? Ah, u hebt ook iets te melden? Ik heb zeker iets te melden. Maar, alsjeblieft. Ja? Mijn hartelijke dank. Lieve mensen, 50 jaar geleden waren er een aantal Giro-leiders. En die waren bij elkaar gaan zitten, want ze hadden gezien dat er nogal wat verdeeldheid was. Toen dat Sinterklaas op bezoek kwam, waren er kinderen die veel kregen. Er waren kinderen die wat minder kregen. En er waren ook kinderen die helemaal niks kregen. Natuurlijk, dat vonden die Giro-leiders heel jammer. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben een Sinterklaas-kostuum gaan huren en ze zijn bij de mensen Sinterklaas gaan spelen. En ze hebben daar een kleine bijdrage voor gevraagd. En met die kleine bijdrage zijn ze dan naar de kansarme kinderen gegaan in het Antwerpse om die kinderen ook een leuk Sinterklaasfeest te bezorgen. En dat is 50 jaar geleden begonnen en dat is steeds groter en groter en groter geworden. En ondertussen zijn er 100 medewerkers die elk jaar ervoor zorgen dat we 1000 kinderen kunnen voorzien van een speelgoedje of van iets leuks en een leuk Sinterklaasfeest. Kinderen die dat dan normaal gezien Sinterklaas niet op bezoek zouden krijgen en nu heel rijkelijk in de bloemetjes gezet worden. En er is een organisatie en die heeft een naam. Die organisatie die heet Peter Pan. Peter Pan, fantastisch. Ja. Natuurlijk, dit jaar heeft Peter Pan heel weinig inkomsten door de coronatoestanden. We hebben heel weinig kinderen kunnen gaan bezoeken. Maar de groep met kansarme kinderen wordt steeds groter. Zeker ook in deze coronatijd. En daarom denk ik dat het fijn zou zijn, moesten er mensen zijn die toch op het einde van het jaar nog een kleinigheidje over hebben, dat die zouden denken aan de kansarme kinderen uit het Antwerpse. En die kunnen altijd storten. Storten op het nummer dat onderaan in beeld verschijnt. Dat zou fantastisch zijn, want Peter Pan die weet dat de kinderen in het Antwerpse het heel hard nodig hebben. Dank u wel alvast allemaal. Zeg maar voor alle duidelijkheid, u bent toch de enige echte Sinterklaas, hè? Dat is, Natuurlijk zijn wij de enige echte Sinterklaas. Want Sinterklaas die wil heel graag dat er alle kinderen Sinterklaas op bezoek krijgen. En daarom zijn wij de echte Sinterklaas. Fantastisch. Dank u wel, Sinterklaas, om langs te komen en dat nog te komen vertellen. Een topinitiatief dat helemaal past in onze adventsverkenning in de sterke tijden. Mag ik u een goede reis terug naar Spanje wensen? Zeker, zeker. Mijn hartelijke dank al. En volgend jaar, dan kom ik terug en dan wil ik jou terugzien. En dan wil ik natuurlijk ook alle andere kinderen terugzien. En zeker de schenkers. Dag allemaal. Dag Sinterklaas. Dag Sinterklaasje. Dag, 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 dag.